De start is gevallen. Laatste start van vandaag. Hele snelle start voor Dean Bros. Nog sneller is Koos Zwageman. Maar Koos Zwageman is Dean Bros nog niet voorbij. Helemaal aan de buitenzijde Rovero D'Azelo. En zo gaan ze de bocht in. Paarden gaan de bocht in en Koos Zwageman heeft daar de leiding. Op de tweede plaats Dean Bros. Helemaal aan de buitenzijde ging Rovero D'Azelo. Die gaat nu naar het tweede spoor en pakt de rug van de favoriet Explosive Shadow. Want ook die is onderweg naar voren. Thomas Bos dus de leiding met Koos Zwageman. Normaal gesproken gaat hij die nu afstaan aan de favoriet. Mooier kun je er niet in liggen. Explosive Shadow is namelijk de draver die hem onder druk zet. En helemaal aan de buitenzijde komt Marco Spin met Rovero D'Azelo. En dat wordt de volgende leider. Explosive Shadow heeft heel even de leiding, maar daar komt Rovero D'Azelo en die gaat nu de leiding overnemen. En zo gaan de paarden op weg naar de bocht en die hebben ze inmiddels bereikt. Rovero D'Azelo, Explosive Shadow. Daarachter Koos Zwageman. Eerste paard aan de buitenkant is nu Dean Bros. En daarachter aan de relingzijde volgt Elliot Rich. Daarachter in het tweede spoor is ook aardig in de koers terechtgekomen. In de kleuren van de familie van de Zwaan, Aquarel. De koploper die gaat er vandoor, Rovero D'Azelo. Die pakt 3 lengte voorsprong en zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Zo heeft hij in het verleden vaker gewonnen, Rovero D'Azelo. En de voorsprong wordt alleen maar groter en groter. Jaap van Rijn voelt zich niet geroepen om dat gat nu dicht te gaan lopen. Die denkt, ik wacht nog even, we hebben nog een kilometer. En dat klopt, want we hebben nu nog precies een kilometer. Rovero D'Azelo. Nu Explosive Shadow die het gaatje wel dicht loopt. En dat moet, want Dean Bros komt aan de buitenzijde. Daarachteraan gaat in het tweede spoor Elliot Rich. Mooi aan de binnenkant gaat mee Koos Zwageman. Dan volgt Elliot River. Daarachter aan de relingzijde is het Giel Wildhagen met Aniek DF. Daarnaast in het tweede spoor Aquarel. Nu gaat naar het derde spoor in de start Clark Beukerswijk. En de laatste plaats op dit moment is voor Busy Tolly T. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Nog altijd Rovero D'Azelo met een voorsprong van 3 lengte. Explosive Shadow weet niet wat hem overkomt. Die moet de hele weg voluit en loopt geen meter in. Sterker nog, het verschil is nu 4 lengte. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Rovero D'Azelo. Daarachter Explosive Shadow zet de tanden nog een keer op elkaar. Naar het derde spoor gaat nu Elliot Rich. Elliot Rich gaat in de aanval en die gaat sterker. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Rovero D'Azelo nog altijd 4-5 lengte voorsprong. En inmiddels zijn ze halverwege de laatste bocht. Het gevaar lijkt te komen van Elliot Rich. Die loopt wel in. Elliot Rich gaat naar de koploper toe. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Rovero D'Azelo en Elliot Rich. Ze zijn in de laatste rechte lijn. En ze moeten nog 200 meter. Spin aan de binnenkant. Kelm aan de buitenkant. 3 letters of 4 letters. Wat gaan we invullen? Rovero D'Azelo zet nog een keer aan. En dan gaat hij winnen. Go baby. Go, go, go. Rovero D'Azelo. Tweede is Elliot Rich. Derde is Elliot River. En vierde Koos Zwageman. Goed gelopen.